Hartelijk welkom bij Straatbeeld. In deze aflevering gaan we op zoek naar de kleine juweeltjes van de geschiedenis. Honderden mensen lopen hier onder deze waterpoort dagelijks door. Niemand let echter op die steen die erin zit. Wat is dat voor een steen en wat staat erop? Om dat te kunnen begrijpen, want het is een Latijnse tekst, moeten we eerst iets van de geschiedenis, van de achtergrond van die steen weten. Ik neem u mee naar 1500. De grote machthebbers in Europa, dat is het Habsburgs-Bourgondische huis. Met prachtige mannen als Philips de Schone, Karel de Vijfde, Maximiliaan van Oostenrijk. In 1505 hebben ze Tiel in hun macht. Maar hun tegenspeler, hertog Karel van Gelre, die laat het er niet bij zitten. En hij weet in 1515 Tiel te heroveren. 15 jaar zal de Gelderse heerschappij duren. Maar in 1528 komen de Bourgondiërs terug met een machtig leger. Wel 16.000 man leggen zich rondom de vesting Tiel klaar voor een aanval. In de stad Tiel zelf zijn niet meer dan 800 burgers die wapens hebben. Verder heeft hertog Karel kans gezien om nog 800 soldaten net op tijd in de stad te legeren. Op 5 augustus 1528 begint een enorme aanval op Tiel. 3 keer lopen de troepen van de Bourgondiërs storm op de wallen van Tiel. Maar de burgers en de soldaten die staan hun mannetje en slaan de aanvallers terug. Als dan ook nog een keer een twist uitbreekt onder de aanvallers en het beleg wordt opgebroken, dan is Tiel weer vrij. Hertog Karel kan opgelucht ademhalen. Zo trots is het Tielse stadsbestuur op deze prestatie dat ze een steen laten maken. Deze steen die hier nu in de waterpoort zit. Aanvankelijk zat hij ingemetseld in de Burense poort. Toen deze af werd gebroken in 1853 ging hij naar het stadhuis. En via de oudheidkamer is die bij de herbouwde waterpoort in 1979 in deze doorgang gemetseld. Maar wat staat er nu precies op? Hoe luidt de Latijnse tekst? En hoe is de vertaling? Daar gaan we nu naar kijken. Op de steen staat: Aspice qui transis hanc portam monia turis, tormentis jaculis, quam lacerata feris, fortius exurgam, bataforum gentis asylum, pro quibus ut fici praelia dura mihi. De rector van de Latijnse school in Tiel heeft in de 17e eeuw de tekst prachtig vertaald. En die loopt als volgt. Ziet hoe mijn vesten, poort en torens zijn beschoten. En als van één gescheurd door bouten en geschut. Nog zal mijn Bethausburg staan trotser na deze stoten. Tot welkers heil zij heeft dit onheil afgeschud. Water is door de eeuwen heen een probleem in de stad geweest. Een waterleiding zoals we die nu kennen kwam immers pas op het eind van de 19e eeuw. Daarom liet het gemeentebestuur op allerlei plekken in de stad putten slaan, die later vervangen werden door pompen. Al die pompen zijn op hun beurt weer op het eind van de 19e, begin 20e eeuw verdwenen, behalve die ene hier op de Groenmarkt in Tiel. Als we goed kijken, zien we dat die is uitgevoerd in een prachtige Lodewijk XV stijl. En dat klopt ook met de datering, want hij is hier gezet in 1768. Die pomp heeft niet altijd op dezezelfde plek gestaan hier op de Groenmarkt. Er is nogal wat mee rondgesjouwd. Ook heeft er ooit in de 19e eeuw een grote lantaarn opgestaan. Veel te fors eigenlijk voor die mooie pomp, dus die verdween op een gegeven moment weer. Als we puinfoto's bekijken van Tiel in 1945, dan zien we dat de hele Groenmarkt is verwoest, behalve de pomp. Hij heeft ongeschonden de oorlog doorstaan. Ja, toch heeft hij, als u goed kijkt, heeft hij allerlei scheuren. Dat gebeurde toen we hem weer eens een keer verplaatsten en die prachtige pomp uit de touwen viel in gruzelementen. Maar men heeft hem weer opgelijmd en nu staat hij hier als een van die kleine juweeltjes uit de Tielse geschiedenis. We zijn hier in de Kerkstraat en staan voor het pandje dat oude Tielenaren beter kennen als de bakkerij van Arns. Maar dat het ook al in de 18e eeuw een bakkerij was, dat blijkt uit het steentje hier helemaal beneden bij dit pand waarop de stichter staat P. Bessier. Als we helemaal naar boven kijken op de gevel van dit huis, dan zien we een plaquette zitten. Ovaal met erop de tekst brandverzekering en dan Tiel. Dat is een mooi verhaal. In 1825 vestigde zich uit Rotterdam hier Pierre-Adrien Reuglin samen met zijn broer.
Pierre kocht het ambachtshuis en begon in de tuin een garenspinnerij. Ook een andere onderneming die hij opzette leverde hem winst op, namelijk de Nederlandse Maatschappij van Brandverzekering. Dat heeft hij opgericht in 1833. In 1830 had België zich afgescheiden van Nederland en ja, tot dan hadden de Belgen altijd de brandverzekeringen in handen gehad. Dus hij sprong, zouden we nu zeggen, in deze niche. Ook meer dingen die hij ondernam zouden tot grote successen leiden. Hij zette in 1842 de Kamer van Koophandel voor Tiel op poten en die heeft, zoals men weet, tot 2013 hier in Tiel een vestiging gehad. Het ging ook natuurlijk wel eens een keer fout. In 1838 had hij een schip laten bouwen in Dordrecht en dat schip noemde hij de stad Tiel. Het schip zeilde helemaal naar de Indische wateren waar hij alle handel moest opdoen om voor de reders winsten te maken. In de jaren 1850 is evenwel de stad Tiel op een klip gelopen. Voor de bemanning liep het goed af, maar het schip was verloren. Politiek gezien heeft Adrien Reuglin ook een carrière gemaakt. Hij bracht het tot burgemeester van Tiel. Toen Reuglin in 1868 overleed, betekende dat niet het einde van de Tielse brandwaarborgmaatschappij. Het hoofdkantoor bleef gevestigd in het Ambtmanshuis, maar in 1901 kreeg men toch behoefte aan een groter kantoor. Dat heeft men toen laten bouwen hier aan de Ambtmansstraat. De jaren 30 waren niet gunstig voor de verzekeringsbranche. In 1936 verliet de brandborgmaatschappij Tiel om te fuseren in Utrecht tot de Tiel Utrecht. Het oude hoofdkantoor werd toen stadhuis van Tiel. En het is het gebleven toen het gemeentekantoor aan de Achterweg klaar was, hoewel het nu nog steeds een deeltje is van het Tielse gemeentehuis. We staan aan het begin van de Echtelse Dijk en hier vlakbij mij staat een paaltje in de grond dat je zo over het hoofd ziet, maar dat in werkelijkheid een heel oud paaltje is. Het is de grens tussen de Tielerwaard en de Neder-Betuwe, twee polderdistricten en die grens die is minstens al 1000 jaar oud. Misschien gaat dat nog wel terug naar oudere tijden, toen Tiel de hoofdstad was van een zogenaamde gouw. En dan praat ik over de 7e, 8e eeuw, toen Tiel nog moest groeien, de gouw Teisterband. En aan de andere kant lag dan de gouw de Betuwe. Je moet zich voorstellen dat waar nu de Waal stroomt, dat die stroom die was er altijd wel, maar was minder beduidend dan nu. Vroeger, tot de 11e eeuw, toen ging de Waal eigenlijk met een grote kronkel bij Tiel naar het noorden toe. En liep die hier achter mij en ontstond op de ene oever Tiel en op de andere oever ontstond Zandwijk. Je zou dus ook kunnen zeggen, de paal markeert de grens tussen Tiel en Zandwijk. Oude inwoners van Tiel die zeggen nog steeds, ik woon op Zandwijk. De naam Zandwijk is een verbastering van Sanctus Vicus, heilige wijk. Je vindt dat meer, zo'n handelsnederzetting, zo'n handelswijk bij een belangrijke andere plaats. Denk bijvoorbeeld aan wijk bij Duurstede. Denk bijvoorbeeld ook aan wijk bij Maastricht. Ze waren onafhankelijk van elkaar, Tiel en Zandwijk, hoewel vanaf de 12e, 13e eeuw Tiel steeds meer rechten van Zandwijk heeft overgenomen, heeft ingepikt zou je kunnen zeggen. En in 1795 was het eigenlijk helemaal gedaan met de zelfstandigheid van Zandwijk. Nou, daar herinnert dus eigenlijk deze grenspaal nog aan. We hebben nog een kleine prijsvraag voor u. U heeft in de Kerkstraat de plaketten gezien van de Nederlandse brandwaarborgmaatschappij Tiel. Dat is één plakette, maar er is ergens in Tiel, ik moet zeggen ergens op het grondgebied van Tiel, is nog zo'n plakette. Wie van u ons weet te melden waar de andere plakette zich bevindt, die wint een heerlijke fles wijn. We zijn benieuwd. Tot zover deze aflevering van Straatbeeld, waarbij we u meegenomen hebben op reis naar prachtige juweeltjes uit de geschiedenis van Tiel. Wij hopen u bij een volgende Straatbeeld weer te mogen ontmoeten.